die ziet ze overal. Zij wonen in haar huis onder de vloeren. Zij voelt hoe ze haar dagelijks beloeren. O mensen, is dit niet een naar geval? Zij hebben haar hart geroofd. Lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. Zij hebben haar hart geroofd. Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. De roden komen binnen in brood verborgen. En in de nacht, zij richten op haar knieën straal. Zodat die rood en pijnlijk op gaat zwellen. Terwijl haar buik, haar rug, haar hand verwelkt. Zij hebben haar hart geroofd, haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. Zij hebben haar hart geroofd. Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. En als ze opstaat, is ze als dood. Een prooi de roden verliest. Alle zinnen. Soldatenmoeder was zij, nu een lichte kooi. Als Amerikaanse moet ze nu wel haten, maar geeft zich toch aan de Vietcong-soldaten. Dit deden de roden uit Hanoi. Zij hebben haar hart geroofd. Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt met stenen in haar bed. Zij hebben haar hart geroofd. Haar lichaam leeg en ook haar hoofd. Zij slaapt.